Til op die benen. En spreid en sluit. Leg neer. Houd de knieën recht. En omhoog en omlaag. En draai en draai. Mr. Jondal Thomasson speelde op een hoog niveau, op z'n eens hooit niveau. Heel erg goed, ja. Nu ben je trainer. Heb je al vaak een interview gegeven als trainer? Ja, heb ik wel vaak gedaan, ja. Is dat anders dan als speler? Ja, dat gaat om andere dingen. Het gaat naar mijn groepgevoel en dat soort dingen. Dat is een wereldje verschil. Meer politiek correct. Zeker weten. Kan je al wennen aan het feit dat spelers jou trainer noemen? Hé, trainer, of noemen ze je zo niet? Jawel, jawel. Dat maakt me niks uit. Dat maakt me niks uit. Dat is alleen maar Nederland. Bijvoorbeeld in Denemarken, daar word je niet trainer genoemd. Daar word je gewoon bij je naam genoemd. Dat is vrij normaal. In Engeland is de kaffa. Dus dat is allemaal verschil, hoor. Qua land. Dus in Denemarken zeggen ze? Gewoon je naam. Gewoon jong. Dat is mijn naam. Oh, je zegt jong. Ja? Wij zeggen allemaal junior. Ja, alleen maar jong. Met een beetje Deens dialect natuurlijk. Ja. Hoe zit het met je fantasie? Oh, iets minder. Ah, dat kan niet. Je moet nu even een beetje fantasie hebben. Ja, vertel, wat moet ik doen? Kan je je inbeelden dat we nu aan het rand van het veld staan in Rusland en er gaat zometeen een WK-wedstrijd beginnen? Ja. Wat doe je voor een wedstrijd? Wachten. Als trainer moet je lang wachten en dat is verschrikkelijk. Het is eigenlijk een ergste moment, omdat ja, je bent eigenlijk klaar, je bent goed voorbereid, je kunt er weinig meer aan doen. En nu moet je gewoon aan wachten. De spelers zijn zelf voorbereiden, omkleden en je bent wachten op de kick-off eigenlijk. Dus, dat is niet leuk, maar met een WK, ja. Ja, dat is gewoon ontzettend mooi, gewoon ontzettend gaaf. Voor de wedstrijd is altijd ook de warming-up. Buiten al deze stressdingen heb je de warming-up. We gaan even het veld op en even een beetje gevoel krijgen van een warming-up. Bent u zover? Mooi. Wat was voor jou als speler de ideale warming-up? Lekker relaxed in het begin. Gewoon mijn eigen ding. Niet zomaar luisteren aan de trainer. Gewoon mijn eigen ding gaan doen. En even met een maatje of twee maatjes. Gewoon lekker bal hoog houden, lekker inpassen. Dat was eigenlijk een fijne warming-up. Dus je deed gewoon je eigen warming-up? Ja. En nu je trainer bent, ja? Denk je daar dan anders over? Nou, ik ben zo'n type. Dat doen we ook bij de Deense ploeg. Ja, iedereen mag daarover denken en meebeslissen. Dus iedereen heeft eigenlijk een beetje ja, zeg maar, de eerste team is lekker vrij. Dan gaan ze in kleine groepjes. Kom je als groep het veld op of één van altijd, nee, je kan altijd als groep op veld. Sowieso. En aanvoeren voorop. Aanvoeren voorop en wachten op iedereen. En dan gaan we op samen op veld. Dat hoort zo, vind ik. We zijn toch wel in groep samen. Iedereen moet presteren, ook als je op de bank zit. Je bent in een eenheid. Dan kom je op het veld, dan ga je een beetje lekker je ding doen. En uiteindelijk gaan we een positiespel spelen. Sommigen willen een beetje afwerken op doel. Anderen willen graag een lange bal spelen. Of even een aantal kopduels aangaan. Dus dat is vrij verschil. Doe jij nog mee? Nee, ik regel dat, maar ik doe het niet mee. Nee. Ik chill hem gewoon met Jondal Thomasson, wat denk je? En dat is zeker lang geleden dat ik heb dat soort dingen gedaan. Ik voel wel gelijk, die inspelpaas is niet kinderachtig, hoor. Hé? Hey? Ah, dat is wel lekker. Voor de warming-up zijn er veel spelers met wedstrijdrituelen. Had jij die? Nee. Ik ben hartstikke saai, dat had ik niet. Ik dacht alleen maar één ding. Oh, ik ga lekker presteren, ik wil winnen, ik ga goed spelen. Ik doe mijn ding. Dus ik had weinig. Als trainer nu heb je ook niet een bepaald iets. Nee. Het enige wat je wel doet als trainer, drink veel te veel koffies. Omdat je moet veel te lang wachten. Dat doe je wel. Ja. Nee. Dus dat is het eigenlijk. Dat is het. Ja, oké. Okay. Maar het is niet zij. Het is gewoon. Ja. Nee. Je hebt natuurlijk genoeg spelers die gekke dingen doen. Noem eens een paar rare dingen die je wel eens gezien hebt. Je hoeft niet per se namen te noemen, maar gewoon in het algemeen. Eerst een linker sok, dat soort dingen? Eerst sok, eerst de ene schoen. Oh, dan gaan we de schoen even uitdoen weer. Die staat niet lekker. Of scheenbeschermers, hetzelfde verhaal. Eén die moet als laatste, als iedereen naar buiten gaat. Zonder shirt bijvoorbeeld. En doe hij pas even zijn shirt aan in de gang, net voordat hij naar buiten loopt. Dus, ieder zijn ding? Ieder zijn ding, gelukkig. Want dat was een ander verschil. Hup. Ja, je moet een beetje rennen, denk ik, want het is lang geleden. Dat zie je.
Ah, sorry. Assist op Jon Dab. Wat doe jij als assistent-trainer van Denemarken? Heb je dan ook een blaadje met alle aantekeningen of zit het hier? Aantekeningen. Elke training wordt opgenomen. Wij werken met beelden in de rust. Ja? We werken met beelden, ja. Gelijk hoor, van de eerste helft? Ja. Oh, en daarom noteer je de precieze... Nee. We hebben videoanalyst en geef ik dat aan. En dat wil ik zien. En dan zit ik in kleine groepjes in de rust met de jongens. Echt? Ja, dat doen we. Ja, voor de rest, ja. Wedstrijd bekijken. Dus jullie hebben gewoon bioscoop in de rust? We hebben een bioscoop in de rust, maar we hebben geen... Het is geen grote bioscoop, maar het is een kleine computertje waar we de dingen doornemen. Kleine groepjes, ja, ook nog. Oké. Okay. Dus jullie zijn sneller met monteren dan NOS? Dat weet ik niet. We hebben onze eigen kamer. sorry. Ben jij een kritische trainer? Ben je hard voor de spelers? Ja, ik ben vrij hard. En wat bedoel jij met hard? Nah, doe je dan direct? Of ik ben direct, ik ben duidelijk. Ik geef dingen precies aan. Maar in ieder geval duidelijkheid. Zoals het hoort, denk ik. En ik denk, iedereen vindt het eigenlijk prettig. We draaien er niet omheen. Maar wat doen we ook altijd? Bij ons is het... wordt veel gereisd. Maar dat is ook met name, wordt ook heel veel... Jullie zijn gechilled, zeg je. Lekker gechilled. Ja. Wordt heel veel gelachen. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel ervan. Dus dat moet goed samen. Ja, het werkt natuurlijk wel dat jij Jon Dab Thomas bent. Eerlijk is eerlijk. Dat weet ik niet. Kijk, het is moeilijk om voor jezelf te zeggen, als ik stomme dingen zou zeggen, ja, dan denk ik... Maar het is ook niet zo belangrijk hoe je heet of wat die hebben gedaan. Hop, hey! Ik kan gelijk gaan. Ik vond het goed. Ja, je hebt het goed aangenomen. Je hebt natuurlijk niet gekeken om je heen. Waar is je tegenstander, waar is je medespeler? We zijn alleen maar bezig met de bal. Zo volgende keer, nu doe ik het nog een keer. Maar hoe doe je dat? Is ook zon, snap je? Is een beetje moeilijk. Ja, maar volgens mij komt de zon daar vandaan. En ik heb wel daar naartoe geschoten. Oké, ik kwam er niet meer weg. Oké. En je hebt een tegenstander daar en je hebt een tegenstander daar. En ik ben geen tegenstander, dus dan weet je waar je naartoe moet. Dus daar en daar is tegenstander? Ja. Oké, dat is goed. Maar je moet er wel kijken voordat je het bal aannemen. Hey. Oh! Oh ja! Yo. Ik hou hem vast. Uitsteken. Eriksen sluit aan. Huppakee, hangen. 1-0 voor Denemarken. Grote training. Jij mag zo meteen als eerst naar binnen en jij moet bepalen waar jij gaat staan. Oké. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Mooi. Ja, ga ik natuurlijk bij deze vlag staan. Even een paar weetjes van de legend Jon Dab Thomas. Ik heb geleerd Jon Dab Thomas. Interlands 112, oftewel 112. Hij behoort tot de record internationals van Denemarken. Hoeveel goals heb je gemaakt? 52. 52. Hoe populair is het WK in Denemarken? Dat is een makkie. Ja, iedereen is ermee bezig eigenlijk. We zijn een kleine land, maar... Voetbal is nummer 1.
En iedereen is daar hartstikke trots over dat Denemarken meedoet. Verwachtingen is heel erg hoog. Krant is daar vol, media is alleen maar bij bezig. En uiteindelijk, wij ook, spelers ook. Dus ja, dat wordt hartstikke leuk. Top. Klein land, hoeveel mensen wonen er in Denemarken? Tussen 5 en 6 miljoen, dus klein. Allemaal voetbalfans? Tuurlijk. Wat is het kracht van het Deense team? Ja, dat is eigenlijk... We kunnen heel goed positiespel spelen, maar we kunnen ook als het moet met een lange bal spelen. Dus we hebben heel veel verschillende types. We hebben Christian Eriksen, de beste middenvelder in de wereld. We scoren veel. We zijn jong. Dus, gemiddelde leeftijd? Wij zijn de vierde jongste ploeg die is gekwalificeerd naar de WK. Wat verwacht men in Denemarken van het team? De verwachting is dat we doorgaan voor de groep, sowieso. Anders is het een grote fiasco. Echt? Ja, zo wordt het gezien? Dus Denen eisen ook net als Nederland best wel veel. Verwachtingspatroon is hoog. Hoeveel supporters verwacht je op de tribune? Ongeveer. Ja, vanuit Denemarken, de afstand is behoorlijk. Daarom vind ik Rusland, ja, dat vind ik wel jammer. Dat, met reizen voor supporters is het dramatisch. Is het zo? Het is echt dramatisch. In mijn hoofd denk ik, ja, het is nog steeds Europa. Dus... Nee, dat is dramatisch. De prijzen zijn heel erg hoog. Dus ik vind het jammer voor de mensen die graag een land willen volgen. Die het gewoon niet kunnen betalen. Ja, het is niet te betalen. En de afstanden zijn ook heel erg groot. Dus daar baal ik van. Maar ik verwacht wel tegen Frankrijk, verwacht ik 4.000-5.000 Denen. Dus dat is wel knap. Hoe zien die supporters eruit? Ja, als Vikingo, als een grote Viking, hè? Ja, allemaal. Ja. Het is heel gevaarlijk. En dan een mooi moment, altijd emotioneel. Het volkslied. Ja. Hoe ga je dat doen? Dan gaan we... We hebben natuurlijk de bondscoach, hij komt uit Noorwegen. Dus, maar hij spreekt wel aardig Deens, dus hij zingt ook mee nu. En dan zingt natuurlijk de volkslied en die zingen we met trotsheid. Zijn daar afspraken over? Van je moet meezingen of de manier van staan? Of... Nee, maar iedereen doet het. Borst naar voren, grote klank. Klinkt voor geen meter natuurlijk, maar iedereen doet zijn best. Wie wordt de topscorer van het WK? Oh. Ja, ik wil natuurlijk graag Messi zeggen. Maar de kans is wel aanwezig dat we tegen Argentina gaan spelen als we doorkomt. Dus... Dus dat gaan we niet zeggen. Dat gaan we gewoon Eriksen zeggen, van Denemarken. Beste speler? Ja, beste speler? Griezmann. Wie wint het WK? Duitsland. Dat vindt iedereen in Nederland heel leuk om te horen. Ik weet het. Sleeps on the comfort of the bench, wait on that. So my arm in baby, viva putting me again, wait on that. En Danske dan? Hoi. Hoi. Jongen, flat. Super flat. Hoi. Jon. Top. Nog? Ja. Jon, Nederland gaat niet naar het WK. Daarachter staat een ijskar. En dat is jouw moment om iedereen hier om te kopen, zodat ze voor Denemarken gaan zijn. Dit is juist een kans dat Nederland niet meedoet. Dus dan gaan we allemaal ijs eten. We gaan ijsjes maken en uitdelen.
Heel leuk. Goed idee? Ja, dat doen we graag. Let's go. Wie wil ijzen? Ja. Wie zijn de beste allemaal? Denemarken! Heel goed. Ja, ik weet wel dat ze drie spelers van Denemarken moeten benoemen. Oké, deze man hier met die outfit. Doelberg, Jurgensen en Eriksen. Heel goed. Kom naar voren, jij krijgt gelijk als eerste eens. Kom hier. Echt waar? Mr. Thomasson, het laatste woord is aan jou. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb genoten vandaag. Die dingen die je op het veld kan, ja, daar geniet ik heel erg van. Superleuk. En nu heb ik ook ijzer kunnen verkopen. En volgens mij heb ik ook gehoord dat ik de wagen meekrijg naar huis. En dat is op je moment. Wil je de kijker niet omkopen? Nee, natuurlijk niet. Sorry, ik ga me nog één keer één ding doen. Wie gaat de WK winnen? Denemarken! Nog een keer? Denemarken! Heel goed. Jullie krijgen allemaal een ijsje. Heel goed. Top. Ziezo. Dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer.